ga jullie iets heel bijzonders vertellen, want ik ga het niet over producten hebben, maar ik ga het over innovatie hebben en hoe je innovaties op de markt krijgt, want dat is toch best wel een bijzonder ding. Allereerst ga ik jullie kort even iets vertellen over Kick Inno Energy, een hele bijzondere club. Kick Inno Energy is een jaar of 4-5 geleden opgericht uit 27 aandeelhouders door Europa heen rondom een aantal thema's. Het thema hier in de Benelux is energie in de gebouwde omgeving. En even kortgaand, het hele idee is dat wij ondernemers helpen hun product, dienst of wat dan ook, maar het moet in ieder geval innovatief zijn op het gebied van duurzaamheid, om dat naar de markt te brengen. Dat doen we rond een zestal thema's. Hier in de Benelux, zoals gezegd, energie in de gebouwde omgeving. In Iberia doen we dat met renewables, zon, wind, water, zelfs getijdenbewegingen. In Frankrijk doen we energy efficiency in industry. Denk aan alles wat je in de industrie kunt toepassen, waarmee je industrie eigenlijk groener kunt maken, uitstoot kunt verminderen. In Polen doen we dat met clean coal. Voorlopig gaan we waarschijnlijk nog wel een tijdje kolen gebruiken, dus laten we het dan ook zo zuinig en schoon mogelijk doen. Dan hebben we Duitsland, daar doen we chemical fuels. Denk aan brandstofverbetering, denk aan alg, denk aan nieuwe type motoren. En dan hebben we Zweden nog, waar we smart grid en storage doen. 27 aandeelhouders, denk daarbij aan van de grote jongens à la Total, ABB, tot aan kennisinstellingen, universiteiten. In Nederland is dat bijvoorbeeld een TNO, België, KU Leuven, Vito, dus de Belgische TNO. Dat zijn onze partners. En waar gaat het dan om? Het gaat er bij ons om dat er een ondernemer bij ons komt die typisch in de innovation gap zit. The Valley of Death. Je hebt er allemaal hele mooie namen voor. Waar het in feite op neerkomt is dat de ondernemer een product heeft wat net voorbij de prototype fase is. En nu moet hij naar de markt. Maar het geld is er nog niet. De kennis moet er nog voor een stuk bij. Kortom, hij zit typisch tegen dat glazen plafond aan. Komt daar niet doorheen. Kom dan bij ons, wij helpen je verder. Het idee wat wij hebben is dat product of die dienst die moet naar de markt. Je kunt het ook uitdrukken in TRL-levels. Ooit een dingetje verzonnen door NASA. 0, dan is het nog een idee. 9, dan mag je het veilig op je space shuttle plakken en verkopen. Bij ons moet je dus al een eindje zijn. Je moet dus ongeveer hier zitten. Een idee is bij ons niet genoeg. Hoe doen we dat dan? We geven niet alleen maar geld. Geld hebben we, ja, wij investeren zeker mee. Dat doen we ook aanzienlijk. Maar het gaat natuurlijk om veel meer. Het eerste waar we altijd naar kijken is intellectual property. Wat wij vaak zien is dat het idee erg goed is. Het ontwerp is goed, maar het is niet beschermd. Ik hoop niet dat hier te veel mensen van Siemens zitten, maar ik zeg altijd, ja, weet je, als het idee nou echt goed is, dan heb je binnen 2 maanden heeft Siemens het ook. Want die gaan reverse engineeren en klaar. Dus wij zorgen ervoor dat die ondernemer zijn idee kan beschermen. Dat het patenteerbaar is, dat is een oplossing. Secret knowledge, of je hebt allerlei mogelijkheden waarmee je dat kunt doen. Heel belangrijk, want daarmee kan de ondernemer uiteindelijk ook zijn geld verdienen. Vaak zie je dat die ondernemer het niet in zijn eentje gaat redden, ook niet qua kennis, soms niet qua productie. Nou, zo zijn er andere faciliteiten te verzinnen die hij nodig heeft. Wij zorgen dan voor het vinden van zijn partners. Dat doen we met matchmakings. En het zijn echt geen matchmakings in een duur Amsterdams hotel met een bitterbal en een biertje. Er zit een heel systeem achter, daar zitten stemkastjes bij. Wij zorgen echt dat als er mensen te vinden zijn, dat we die aan die ondernemer kunnen matchen. Zodat je een consortium kunt vormen waarmee je dat product, of wat het dan ook is, echt naar de markt kunt brengen. Veel belangrijker misschien nog wel is ook het projectmanagement. Om een voorbeeld te geven, je krijgt niet in 1 keer 3 miljoen van ons, om het zo maar eens te zeggen. Dat doen we in stappen, in fases. En we proberen dat project met stage gating te doorlopen, zodat je echt de goede dingen kunt doen. En ook op een goed moment kunt beslissen of je nou verder moet en hoe je verder moet. Allerlaatste, misschien wel heel belangrijk. We gaan heel ver in het doen van zo'n project. Het gebeurt zelfs dat wij mensen naar business school sturen. Of dat we ze op een andere manier coachen. Om er maar voor te zorgen dat die component die ontbreekt, die ondernemer nog nodig heeft om die aan te vullen. Pas dan kijken we nog eens een keer naar de funding. 9 van de 10 keer zie je dan overigens dat de funding, als je daar al die stappen doorlopen hebt, dat de wereld er anders uitziet. Vaak heb je toch wel iets meer nodig dan je zelfs dacht. Zorgen we voor. Wie kan er nou allemaal meedoen? Even heel kort. Nou, eigenlijk kan ik er heel kort over zijn en blijven, want iedereen
kan meedoen. Zolang het maar geen natuurlijk persoon is. We geven niet zomaar geld en begeleiding aan een natuurlijk persoon. Maar als het een legal entity is, van een universiteit zelfs, tot een start-up, een BV, noem het allemaal maar op. Iedereen kan meedoen. Dus ook u. Nou, mooi nieuws. We hebben op dit moment een call openstaan. Die gaat 4 april dicht. In de tweede helft van het jaar hebben we ook weer een call openstaan. En laten we daar heel kort even doorheen lopen. Waar gaat het nou om? In eerste instantie, een project wat bij ons aankomt, moet eigenlijk aan een van de drie voorwaarden voldoen van of een lagere energierekening. Ja, dat bespaar je dus energie. Of het moet de intrinsieke bedienbaarheid of veiligheid van een product, systeem of dienst behoorlijk verbeteren. Nou, dat kun je ook wel wat bij verzinnen. Of het moet CO2 of een andere schadelijke uitstoot verlagen. Daar begint het. Dat zijn de drie voorwaarden. Dan gaan we verder praten. Typisch duurt zo'n project bij ons een jaar of 3. En het komt heel veel voor dat mensen zeggen, twee jaar ben ik klaar. Geloof me, die projecten duren 3 jaar. Innovatie is niet iets wat je heel makkelijk vastzet en dan ook maar doet. Het is vallen en opstaan, het gaat vooruit en achteruit. En die 3 jaar heb je nodig. Vaak heb je dan nog een jaar of 2 nodig om je fabriek te bouwen, of om je sales op te zetten, of je marketing, of wat het dan ook mag zijn. Vaak duurt zo'n project gewoon 5 jaar. Nou, zoals gezegd, er moet wel een consortium gevormd worden. Partijen moeten bij elkaar komen, minstens 3, maximaal 7. En vaak zie je wel dat in zo'n consortium, dat daar een van onze aandeelhouders ook bij zit. Dat is lang altijd niet het geval, maar dat proberen we wel. Waar het om gaat, het gaat om innovatie naar de markt brengen. Een innovatie is pas echt een innovatie als die van de plank afkomt en ook daadwerkelijk verkocht wordt. En anders blijft het maar een ding waar je nooit wat aan had. Dat is het hele idee. Heel kort, ik laat het heel even zien, dit zijn de roadmaps. Waarom laat ik ze zien? Wij kunnen niet alles. Wij proberen mensen die bij ons komen met projecten te begeleiden, maar dat betekent wel dat je er ook enigszins verstand van moet hebben. Van de technologieën, van die markten en noem het maar op. Dat betekent dus dat die roadmaps die we daarvoor gemaakt hebben, dat die belangrijk zijn. Mocht u nu belangstelling hebben om zoiets eens te gaan doen, bekijk op onze website die roadmaps is. Want anders zou het zo kunnen zijn dat u heel veel tijd en moeite ergens in stopt en wij kunnen u dan niet begeleiden. Ik zal geen voorbeelden noemen, maar ik heb wel eens iemand bij me gehad waarvan ik wel weet dat het idee goed is. Maar als wij verder daarmee komen, kunnen we zo'n product niet begeleiden. Kijk dus naar die roadmaps een keer, op het moment dat het goed uitkomt. En mocht dat nou passen, kom dan lekker bij ons. Op deze website, SIP, staat voor Call for Innovation Projects, kunt u het allemaal vinden. Even nog een belangrijk ding. Wij zijn voorlopig nog wel gebonden aan regels vanuit Europa. Dat is 1. 2, wij hebben ook gezegd, wij stappen pas in als het idee er al is, als het prototype er al is. En dat betekent dus dat u bij ons pas kunt aankloppen als u eigenlijk 75% van de waarde van zo'n project al min of meer uitgegeven hebt. Nou, consortium is gevormd. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een universiteit bij zit. Er zit nog een kennisinstelling bij en u zelf. U mag dan alle kosten die u in het verleden gemaakt hebt tot op het moment van indiening, die redelijkerwijs toe te wijzen zijn aan zo'n project, om te komen tot waar je nu bent, die mag je optellen. Nou, als een universiteit meedoet met zijn patenten en met zijn onderzoeken, dan gaat dat heel snel. En daarmee bouw je de achtergrondwaarde van zo'n project op. Goede projecten, en ik daag u daarbij uit, goede projecten vormt dit nooit een probleem bij. Even voor argument's sake, als er 3 miljoen geïnvesteerd is, zetten wij daar nog 1 miljoen tegenaan. Heeft alles ook te maken, zoals ik al zei, je moet al een heel eind zijn, dan stappen wij ermee in. Nogmaals, een goed project, heeft al heel veel geïnvesteerd, kan bij ons zo aankloppen. Even nog terug, waar kun je het dan voor gebruiken? Van arbeid, dus arbeidskosten, nogmaals IP, de inkoop van materialen, reizen, in sommige gevallen zelfs marketing. Eigenlijk alles om dat project naar het eind te brengen. Een ander mooi ding, er zijn geen andere Europese instrumenten op dit moment die ik kan aanwijzen waar je co-funding mag toepassen. Dus als je met ons instrument bezig bent, mag je tegelijkertijd ook gerust nog gelden van andere instrumenten toepassen. Dat is uniek.
Bovendien mag het ook zo zijn dat er nog andere investeerders zijn die zeggen, ik doe ook mee of ik wil ook meedoen. Dat zie je ook bijna nooit. Het geeft heel veel flexibiliteit. Nogmaals, als u met ons meedoet, wordt u vanzelf ook een partner bij ons. Afhankelijk van de hoeveelheden geld die er naar u toe gaan, zet zich dat vanzelf om in een formeel, in een formal partnership, een associate of wat dan ook. Op het moment dat het zover is, kom bij ons aan, dan kan ik u dat verder uitleggen. Laten we eens heel even kijken naar hoe dat nou gaat. U dient zo'n project in. Nou, wat gebeurt er dan? Allereerst wordt er gekeken van ja, bent u op tijd? En ik schaam me er eigenlijk een beetje voor dat ik zo ambtenaardig moet zijn, maar we doen 2 keer per jaar een call en die sluit je op een gegeven moment. En het gebeurt nog steeds dat we dan bij wijze van 2 weken later nog een project krijgen. Je moet op een gegeven moment gewoon zeggen, jongens, dan is de datum stop. Dus we nemen hem niet meer aan. Wij hebben een template. Dat klinkt ook weer wat beleerderig. Maar toch, die template die wij hebben, die u moet invullen, die is echt goed. Als u die invult, dan hebt u zo ongeveer uw businessplan klaar. Dan hebt u ook zo ongeveer het projectplan over al die stappen die ik moet gaan doen, hebt u klaar. Dus zelfs als u bij ons meedoet en u hebt het ingevuld en u komt er niet door, hebt u toch iets in handen. Maar we willen het wel helemaal ingevuld zien. Dan hebben we nog een aantal, zoals dat zo mooi heet, eligibility criteria. Het gebeurt soms, zo kan ik het samenvatten, dat je zo'n projectaanvraag leest en dat je na 10 pagina's nog niet weet waar het om gaat. Voorkom dat natuurlijk. Helder, duidelijk doel, zodat je weet waar gaat dit om als iemand die je niet kent het moet lezen. Vanaf het begin willen we dat de commercialiserende partij aanwezig is. We hebben projecten in het verleden meegemaakt, ons eigen leergeld, waarbij we fantastische dingen ontwikkeld hebben, maar er geen partij was die het vervolgens in de markt ging zetten. Product geslaagd, kindje geboren zeg ik dan altijd, maar het groeit niet verder. Hartstikke jammer. We eisen dus dat vanaf het begin de commercialiserende partij, de partij die het in de markt gaat zetten, verkopen, dat die erbij is. Nou, er moet een minimum van 3 partners zijn, maximaal 7. Nog een ander belangrijk punt. Om staatssteunachtige toestanden te voorkomen, moet er 1 van die partners uit het buitenland komen. Voor argument zeker even 2 uit Nederland, 1 uit België of wat dan ook. Het gaat bij ons om veel geld. Het gaat om ergens tussen de 500.000 tot 5 miljoen. We hebben ook al eens een project van 8 miljoen gedaan. Dan moet je staatssteunachtige toestanden voorkomen. Daarom is deze eis, die is er. Vervolgens komt dat project binnen en dan gaan we bekijken hoe zoiets werkt. Hoe ziet het eruit? Waar letten we dan op? Het allerbelangrijkste is altijd de business development. Techniek, ja, is belangrijk. Finance, ja, is belangrijk. Maar zit er business in? Is er handel mee te bedrijven? Kunt u als ondernemer dit op de markt zetten? Want als u dat kunt, ja, dan kunt u er geld mee verdienen. Kunnen wij er ook weer wat geld mee verdienen. Vervolgens wordt zo'n aanvraag gescoord. Dat gaat van 0 tot 5. Als je ergens een 0 hebt, ja, dan wordt het al heel lastig om erdoor te komen. Probeer dus alles altijd netjes in te vullen. Ja, dan komt het wel goed. Vervolgens, en dat is redelijk nieuw, al die ingangen, dat zijn onze kantoren, willen wij ook graag dat u het komt presenteren. Je kunt alles op papier zetten, maar we vinden het toch wel fijn om die man of die vrouw ook eens in de ogen te kunnen kijken. Daar zie je vaak veel meer in. Dan kun je de dingen die je niet op papier krijgt, kun je ook nog eens vragen. Kun je nog eens horen van, wat doet die man of vrouw allemaal? Wat heeft hij allemaal verder gedaan? Vervolgens wordt er voor de accolade een lijst gemaakt van projecten waarvan wij denken dat die door moeten naar een volgend stadium. Daar doen we eigenlijk het verhaal dunnetjes nog eens over. Maar door onafhankelijke mensen. Om te voorkomen dat wij zelf het ook misschien wel eens mis hebben. Uiteindelijk bij deze call, als u zou meedoen, dan zou u eind mei zou u weten of u erdoor bent of niet. Het gaat vrij snel. Scoringskans ligt ongeveer op 50%. Dat is veel hoger dan bij bijvoorbeeld een Horizon 2020 project. Een paar tips en trucs. Ik wil er niet al te lang bij stilstaan. Maar het gebeurt dat mensen een project gaan indienen en dat zomaar doen. Die hebben ons nooit gebeld. Die hebben nooit contact met ons opgenomen. Hartstikke jammer. Het is altijd goed om even met ons te bellen, te laten weten dat je zoiets wil doen. Wij zijn dan ook hartstikke bereid om jullie te helpen. Te helpen met schrijven, te helpen met tips. Te helpen met het vinden van partners als dat nodig is. Aanwijzingen te geven. Dus doe dat altijd. Het is ook heel belangrijk dat je de juiste partners vindt. Probeer ook altijd een stukje van die bedrijfskolom dan in te vullen.
bijvoorbeeld een producent, een onderwijsinstelling moet er misschien wel bij, of een kennisinstelling, maar ook die commercialiserende partij. Dan heb je een goed consortium, kun je het succesvol maken. Lastige ook is, als je zo'n project gaat indienen, dan moet je gaan nadenken bijvoorbeeld over IP. Heb je je achtergrond IP, dat blijft vaak van iedereen zelf. Maar wat ga je doen met iets wat nieuw ontwikkeld wordt? Wie wordt daar de baas van? Wie wordt daar de eigenaar van? En misschien nog wel een mooi zijstapje, dat heet Siteground IP. Wat nou als je toevallig ontdekt dat je met jouw ontwikkeling ook nog iets heel anders kunt en daar heel rijk mee kunt worden? Wie is er dan eigenaar? Dat zijn dingen die moet je allemaal gaan bespreken, daar kunnen we je mee helpen. We hebben eigen IP-mensen daarvoor. En zelfs daar kunnen we je dus goed mee op weg helpen. Een paar andere dingen nog als voorbeeld. Misschien bij sommigen van jullie wel bekend, de SolarCool. Als je ergens een warmtebron beschikbaar hebt, zeg stadsverwarming, maar het kan ook zonthermisch zijn. Als je ergens iets beschikbaar hebt voor warmte, kun je daar vervolgens mee koelen. In een woning, in een appartement, maar ook in de cascadeopstelling. In Duiven op de vuilverbrander bijvoorbeeld staat er eentje. Hier hebben wij het hele traject verzorgd. Van IP tot en met de proeffabriek is nu gebouwd. Dit product gaat nu weggezet worden in de markt. Het is een simpel product, maar het bespaart energie. Hier is geld mee te verdienen voor de ondernemer. IP is geregeld, proeffabriek is geregeld. Zo willen we het graag zien. Ander mooi voorbeeld, MTT, Micro Turbine Technologies. Uit een turbine uit de automotive industrie kunnen we een micro WKK, nou micro, misschien ietsje groter, bouwen. En dat gebeurt dus. Waarmee we zo'n 25 tot 30 kilowatt thermisch, 3,5 kilowatt elektrisch kunnen opwekken. Hij is wel bedoeld voor een niche. Hij is al meer bij kleine hotelletjes, scholen, kleinere utiliteitsgebouwen staan. Maar hij is gebouwd van een turbo uit de automobielindustrie. Hartstikke betrouwbaar. Veel betrouwbaarder dan een Stirling bijvoorbeeld. De eerste 250 zijn verkocht. IP is geregeld. We zijn nu op zoek, dat heb ik nog niet bijverteld, naar een volgende ronde financiering voor deze ondernemer. Ook daar gaan wij in ondersteunen. Ook weer een typisch voorbeeld van hoe je, ja, eigenlijk met slimme mensen, geld aan elkaar gekoppeld, ondersteuning gekoppeld, IP eraan gekoppeld, echt een product naar de markt kunt brengen. Ik heb wat namen en rugnummers op een rijtje gezet. Je kunt ons altijd bereiken. Belangrijk, want we willen graag weten dat u iets gaat doen. Projecten die zo in één keer binnenvallen, halen het nooit. Deze website, en u kunt dit allemaal downloaden, onthoud dat goed. sip.kik.innoenergy.com, daar staan alle documenten. Daar kunt u de templates downloaden. Daar kunt u de guidelines downloaden. Dus bij alle vragen die u hebt binnen zo'n template, daar kunt u, ja, begeleiding vinden. Daar kunt u antwoorden vinden. Daar staan ook de thematische strategieën in, oftewel de roadmaps. Daar staat letterlijk in wat wij zoeken, maar er staat ook in wat we niet zoeken. Er staat zelfs in welke technieken we in de tijd weggezet bezoeken. Hier kunt u eigenlijk alles vinden voor een eerste reis binnen Kikino Energy. Vragen? Jullie maken allemaal foto's, dus ik hoop dat jullie een beetje belangstelling hebben. Ik kan nog wel wat projecten gebruiken namelijk. Zit er wat in het vat? We staan hier ook in hal 10. Misschien leuk om even te kijken. We hebben verse koffie. Die wordt daar vers gezet. We hebben daar ook een heel aantal van onze ventures staan. Er staan hele leuke voorbeelden bij. Kom daar eens kijken. Daar is ook meer informatie te vinden. Nogmaals, de call is nu open tot 4 april. En september verwacht ik nog een call te kunnen openen voor jullie projecten. Bedankt voor jullie aandacht.